Welkom bij de allereerste aflevering van Wat Feest Jij. In Wat Feest Jij ga ik samen met mijn cameraman en de DJ's allerlei feesten en festivals af op zoek naar het stereotype persoon dat dat feest of festival vertegenwoordigt. Dat doe ik door ze te beoordelen op verschillende criteria. Innerlijk, uiterlijk, maar vooral hoe ze feesten. Ik ben vanavond op Gossip in de Heineken Musical. En gossip betekent roddelen. En waar gerold wordt, daar zijn natuurlijk vrouwen. Heb je ooit een roddel gehoord over iemand anders die echt, echt heel erg is? Ja, maar die is zo nasty, die ga ik niet vertellen. Dat gaat over seks op het werk. Nou, heel eerlijk is het geweest dat ik seks had gehad met een medewerker van mijn werk. Daar heb ik net toevallig iemand over gehoord. Oh, wie dan? Maar het was niet waar? Nee. Ik ben op zoek naar het stereotype bezoeker van de avond. Van de avond? Hoe ziet hij eruit? Hij of zij, wat drinkt hij? Nou kijk, zal ik heel eerlijk zijn? Ik had zo'n hele grote lamp op mijn hoofd. Ik heb de hele set helemaal niks gezien. Eén groot licht, zeg maar. Gewoon zoals dit. Gewoon. En hoe ziet diegene eruit, het stereotype? Die heeft een Hennis en Maurits hesje aan. Heeft neppe Manolo's aan, denk ik. En vindt het wel leuk, maar dat duurde even voordat ze in de avond kwam, denk ik. Dus eigenlijk een beetje casual gekleed, een beetje hip, een beetje jong. Maar niet echt de diep house publiek. Maar zo zie je toch niks? Ja, best wel. Die felle lichten niet, maar de rest wel. Ben je nog nooit gevallen met die bril? Nee. Ze lijken allemaal een beetje op jou. Dus ik moet op zoek naar mijn tweelingzus. Mag ik jouw rug even zien? Kijk dan, wat mooi, wat mooi. Kijk, hij vindt het ook mooi. Maar wil dat nou zeggen dat jij hieronder geen BH aan hebt? Klopt. Ja. Echt? Fijn. Wat drinkt diegene? Bier. Uit de Heineken Musical, dus moet wel. Bier. Bier. En de vrouw ook? We zijn niet in Brabant, hè? Volgens mij drinken alleen Brabantse vrouwen bier. Nee, de vrouwen drinken wijn, denk ik. Ik ben van oude stempel, ik drink Bacardi, maar ik denk dat bijna iedereen aan de wodka zit. Ik zou willen zeggen wodka, maar denk het niet. Volgens mij drink jij dat. Ja, ik drink wodka, maar ik denk dat het een beetje Baco-publiek is. Baco-publiek, oké. Okay. Ik ben benieuwd hoe Baco-publiek eruit ziet. Ja. Wat drink jij? Rode wodka Fanta. Bacardi Drakenberry met Fanta. Alleen met de werk. Heel veel Bacardi Cola. Wat is hier meer? Mannen of vrouwen? Volgens mij mannen. Nou? Ja, ik zie heel veel blond. Vrouwen. Wat voor schoenen hebben ze aan? Ik ben nog niet in de zaal geweest. Heel even snel, maar ik denk dat iedereen sneakers heeft. 90% sneakers. Ja, meisjes van die mooie hakjes en van die platte schoentjes, weet je. En als je naar zo'n avond gaat, hè, heb je dan hakken aan? Nee, laat ze lekker daar staan voor DJ Boot. Daarvoor? Ja. Ze gaan nooit mee naar huis? Nee, er zit al eentje thuis. Echt waar? Ja. En die heb je niet meegenomen? Nee, die zit thuis. Ja, sorry. Oké, nou zwaai je even nader. Hoe heet ze? Niet belangrijk. Dag, niet belangrijk. Doei. Ja, ik vind het een ontzettend gezellig feest. Heel leuke mensen hier. Het ziet er waanzinnig uit. Wat zou je nog meer willen hebben? Praat jij echt zo? Ik denk dat jij studeert. Ja? En je heet Jan Willem of Jan Diederik. Wat zeg je? Wat is je naam? George. Bijna. Hoe zou je mij versieren? Vind je een beetje gezellig hier op... Nee, dat werkt niet. Opnieuw. Ja. Maar als je mij nou zou moeten versieren, stel je voor, hoe zou je dat doen? Hij heeft me al gewonnen. De mensen zijn de zaal aan het verlaten en ik heb mijn conclusie getrokken voor vanavond. De mensen zijn vooral casual gekleed en hebben tot mijn verbazing platte schoenen aan
En zelfs enkele vrouwen waren een heel belangrijk kledingstuk vergeten. Jij hebt geen BH aan. Nee, ik heb geen BH aan. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 25 jaar met een enkele uitschieter daar. Wat heb jij? Verschrikkelijk vervelende, irritante rotvriendjes. Oké, kom even hier. Wat ben jij een kutkind? Ja, dat weet ik, sorry. Kortom, fantastisch publiek dat ik zeker deze zomer op een van de festivals ga tegenkomen waar wij naartoe gaan. Wat ik nu van jou wil weten is wat jij de volgende keer bij Wat Feest Jij wil zien. Post het hieronder of ga naar Facebook/Wat Kijk Jij. Tot de volgende keer. Doei!